Ja, je bent naar de kapper geweest, hoor ik. Ik ben naar de kapper geweest, ja. Speciaal hiervoor? Ja, want mijn dochter die zei, ik moet film met je opnemen. Ja, en je hebt het vest aan waar het verhaal om gaat. Ja, speciaal gewassen ook, kijk. Helemaal schoon. Ruikt naar zeep. Welk verhaal zit er achter dit vest? Dit vest is gebreid door mijn vrouw, Carla, van een eigen schaap. Wij hebben een tijdje lang een eigen schaap gehad. Ruim 4 jaar geleden waren we samen op een weekend in Oldenzaal. Toen zijn we daar dus door het land gaan rijden. Na een kilometer of 2, 3 stuiten we opeens op een kudde schapen. En toen zag Carla, die zag daar een moeder met een lammetje lopen. Op 2 december, midden in de winter, die moeder had 3 lammetjes gekregen. Nou, 1 dus met de moeder meelopend, in orde. 1 dood en 1 dus zeg maar rustig zieltogend. Dat beestje ademde nog wel, maar dat was volkomen, ja, natuurlijk hartstikke koud en nat was het. Dus wij hebben hem meegenomen naar huis. En toen hebben we besloten om het hier thuis op te voeden. We hadden een jong kleinkind. Die was intussen wel al een jaar of 5 geworden. Maar daar hadden we nog steeds een vroegere box van. En toen hebben we in onze keuken, we hebben zo'n oud boerenwoninkje met een woonkeuken. Dus daar hebben we ruimte. Hebben we de eettafel hebben we eruit gehaald. En daar hebben we dus de box neergezet. En daar hebben we dat beestje dus ingestopt. En die kreeg dus iedere dag kreeg die natuurlijk melk. Nou, melkpoeder en dat werd gedoseerd. En dat was dan een fles met een speen eraan. En daar kreeg dat beestje dus regelmatig werd dat gevoerd. Kom maar. Kom maar dan. Kom maar. Carla heeft haar Emma genoemd officieel, maar het werd Emmy, MC, Emmeke enzovoort. En vooral onze kleindochter dus van zeg maar 5 jaar toen, die vond het fantastisch om te mogen voeren. Maar dat beest dat groeide behoorlijk. Dat gaat ontzettend gauw. De maand december was het natuurlijk helemaal in de box. En wij hebben aan de overkant hebben we buren met een hele grote tuin waar wij rond mogen lopen. Dus wij gingen dus in onze eigen kleinere tuin, maar ook aan de overkant bij de buren. Namen we haar dus mee. En daar konden ze rollen en rennen. En dat was dus ook allemaal in die eerste 1,5 maand. Maar naarmate ze groter werd, gingen ze ook aan verkeerde dingen zitten te knabbelen. En na 1,5 maand hebben we er uit de box gehaald. En hebben we in de hooischuur, heeft Carla een hoek voor haar klaargemaakt. Waar ze ook moest overnachten. Dat was heel vervelend in het begin, want ze was een ongewend. En daar was het natuurlijk gewoon ongezellig. Maar ja, voor het plassen en voor het groter worden enzovoort, moest ze daaraan wennen. Dat lukt ook wel gauw. Ja, leren schaap zijn. Dus daar had ze een eigen hoek en een kruik, oh ja, en een eigen deken. Want toen ze dus eenmaal nog een maand lang bij ons in die hooischuur was geweest, dan tellen we ongeveer alweer 1/2 februari. Dus toen was ze 2,5 maand. Maar wat gingen we verder met haar doen? Wat was haar voorbestemming? Nou hebben we het geluk dat wij dus een boer kenden die precies op de rand van Tiel woonde. Wij wonen dicht bij Tiel en die had dus schapen. En toen hebben we gevraagd, zou ons schaap bij jullie schaap mee mogen? Nou, dat vond hij goed. En dat is ook helemaal goed verlopen. Vond het schaap Emmiet dat ze niet meer hier woonde? Ze wende eraan, ze vond het prima. Maar het leuke is, ze kende ons zo goed dat elke keer als wij dus naar Tiel gingen, dan gingen wij langs haar, minstens 1 keer in de week. Dan gingen wij daar langs en dan liep ze dus met die hele kudde daar. En dan hadden wij bij ons Bix, dus krachtvoer, wat je apart kocht. En dan kwamen wij eraan en dan hoefden we maar te roepen, Emmy, of te schudden
met dat blik, met dat voer. En dan stormde die hele kudde naar het hek waar wij stonden. Maar zij was altijd de snelste. Ze was de grootste en ze zag er ook heel anders uit dan die anderen. Ze was een volkomen ander ras. Van de grond. Ze moest wel die stomme oormerken in. Dat ging ons wel aan het hart. Nummer 264. Ongeveer een jaar of drie is ze daar geweest. Maar Emmy wou niet drachtig worden. Voor een boer is het wel de bedoeling dat er lammetjes komen. Tot ze dus voor de derde keer niet zwanger werd. En toen had die boer toch iets van, ja, ik vind het eigenlijk wel genoeg geweest. We zijn heel goed bevriend gebleven. Ik heb vandaag nog 10 eieren daar gehaald. Maar hij vond het gewoon genoeg geweest. Goed zo. We kregen de wol. De wol dus. Hij schoor, dus die Emmy. En Carla heeft toen dus van die eerste partij wol de wol schoongemaakt van alle viezigheid en drollen en koek ontdaan. En dan daar mooie schone plukken van maken. En dan kon Carla al spinnen. En heeft ze dus van die mooie schone wol, dan trek je dat dus uit en dan met dat spinnenwiel maak je daar hele klossen van. En van die klossen heeft ze dus een trui gemaakt. En dat is dus deze trui. Een prachtige trui. Nou en toen zochten wij naar een ander adres. Nou dat kwam ook op een goed moment, want onze dochter... Die was bevriend geraakt via via met de ganzenfluisteraar. Dat is dus een boeddhist, een jongen, een uitgesproken jongen, zeer idealistische boeddhist die bij Coevorden in de buurt een enorme ganzenopvang heeft. En die had twee oude gecastreerde rammen rondlopen bij zijn dieren. Die hoorden dit verhaal en die zei van... Oh, maar die Emmy die mag best bij mijn rammen lopen. En dat is dus gebeurd. Ongeveer een jaar geleden is zij opgehaald. Want hij rijdt met zijn auto het hele land door. En toen hebben wij afscheid genomen van Emmy. En daar is Emmy liefdevol opgevangen. En toen hebben we er een keer in juli, toen het heel warm was, zijn wij een keer... met onze vrij reizen naar de andere kant van Nederland gereisd. En hebben we Emmy daar opgezocht. Nou, dat was dus sowieso een belevenis om daar een keer te komen bij al die ganzen. En zo is het boek Emmy afgesloten.